Wat begon als een droom is werkelijkheid geworden voor Paul Driessen uit Eindhoven. Hij vertrekt morgen naar Tuvalu, een van de kleinste landen ter wereld met ongeveer 12.000 inwoners. Het grootste doel van Driessen, ervoor zorgen dat het nationaal elftal lid wordt van de Wereldvoetbalbond FIFA. Ik had een droom en ik wilde vroeger ooit bondscoach worden van een land. En dat was eigenlijk gewoon een gekke droom, dat wat ik op een blauwe maandag bedacht. En om die droom waar te maken ging hij zoeken op internet. En zo kwam hij terecht bij het tropische eilandje in Oceanië. Hij wil de ploeg graag naar Nederland halen, om ze te laten trainen op de voetbalvelden van voetbalvereniging Brabantia. Ik dacht eerst eigenlijk dat het een grap was. Wat gaan we nou krijgen, Tuvalu? Waar ligt Tuvalu, in godsnaam? Maar het bleek al snel dat dit toch wel een serieus verhaal was. En voor Brabantia natuurlijk een heel leuk iets om aan te grijpen. Vorig jaar kwamen er ook al twee spelers uit Tuvalu om te trainen bij de club. Maar dit keer willen ze dus het hele nationaal elftal ontvangen. De trainingskamp in Nederland, wat we graag willen gaan beleggen, dat brengt de nodige kosten met zich mee. En gemeente Eindhoven heeft al een subsidie toegezegd. Dus dat is super. Daarnaast is er binnen het bedrijfsleven hier in Eindhoven ook de nodige animo om dit nationale elftal naar Nederland toe te halen. Want het is zoveel meer dan alleen maar een trainingskamp. Het is ook een promotietour waarbij eigenlijk Eindhoven kennis maakt met een hele bijzondere cultuur. De bedoeling is eigenlijk dat wij onze technische kennis, we hebben veel technische kennis over het voetbal in huis, dat we die kunnen overdragen aan de spelers van Tuvalu en aan de organisatie van Tuvalu. En dat we daar mee helpen om dat op een hoger plan te brengen. En daar hebben wij de faciliteiten voor en de kennis. Maar alleen kennis is niet genoeg. Voor het project zijn ook sponsors nodig. De eerste heeft Driessen al binnen, Café de Wildeman op de markt. Het zou heel leuk zijn als zij, wij spreken, ooit een keer kwalificatiewedstrijden moeten spelen voor het WK. Dat ze dan onze shirtjes aan hebben. En dat zou zomaar eens kunnen, want de mannen hebben er veel vertrouwen in. De gedrevenheid van de stichting die hier achter zit, Paul Driessen. Ik denk dat die een heel eind komen, ja. Het zou me niks verbazen meer inmiddels. Ik denk wel dat het lukt. Als je ziet dat als daar vooral wat voetbal know-how heen gaat. Poppet Haan is daar geweest, is daar een tijdje bondscoach geweest. Dan zie je dat Trinity Tobago, bij wijze van spreken, dat is dan wel iets groter. Maar die komt zelfs op een WK, dus ik denk wel dat het FIFA-waardig kan worden. Ik denk dat Tuvalu het gaat lukken. Ik steek alleen de helpende hand toe.